Gaat het? Het is allemaal één grote nachtmerrie. Ik mis Valentijntje zo erg. Je wordt straks voorgeleid. Als je advocaat de rechter ervan kan overtuigen dat je niet vluchtgevaarlijk of gewelddadig bent, dan kan je misschien vandaag aan het eind van de dag naar huis. In afwachting van het proces. Zijn er nog herinneringen boven gekomen? Misschien is het beter als je me hier houdt. Stel nou dat ik die moord gepleegd heb, maar het me gewoon niet meer kan herinneren. Misschien heb ik dit wel vaker gedaan. En wie weet wat ik in de toekomst nog ga doen. Charlie, je bent moe. Ik bedoel, hou jezelf gewoon de feiten. Ja, maar dit zijn de feiten. Ik bedoel, alles wijst erop dat ik dit gedaan heb. Ik kan me alleen dat ene moment niet meer herinneren van die moord. Misschien. Weet je nog dat ik niet meer kon lopen toen? Toen was het ook psychisch. Waarschijnlijk omdat het gewoon iets heel heftigs is, blokkeert mijn geest dan. Kan. Morris had het ook. Morris had het precies hetzelfde. Die wist ook niet meer wat hij gedaan had. Misschien zit het wel gewoon in de familie. Jij denkt dat toch ook? Ik zie het aan je.